Oh, jongen, wat hebben jullie het zelf moeilijk gemaakt? Ja, dat klopt. Je krijgt vlak na rust, krijg je denk ik 4, 5, moet je het kansen noemen. Het zijn hele grote kansen, ja, die mis je dan. Maar de spirit blijft wel in de ploeg en we blijven er wel voor gaan. En dan is het gewoon heel mooi dat we toch denk ik ook verdienen uiteindelijk 2-1 winnen. Ik vond HS de eerste 10 minuten van, van de wedstrijd vond ik beter voetballer dan jullie. Makkelijker voetballer dan jullie. Jullie komen op 1-0. Hele mooie goal trouwens. Daarna wordt het 2-0. Hoe heb je dat gezien? Volgens ons een glaszuivere goal. Ja, volgens mij ook. Ik zag er niks gebeuren. Ik vroeg nog even een scheids wat er gebeurd was. Dan kan ik het zelf ook plaatsen. Hij zei dat de keeper gehinderd werd. En een speler van ons heeft de keeper gevraagd. Die dacht dat het buitenspel was. Dus dan, nou ja, dan wil ik daar verder niet zo heel veel meer over zeggen. Maar dan is er volgens mij ergens een foutje gemaakt. Ja, dat is wel een cruciaal moment. Ja, zo cruciaal dat HS terugkomt tot 1-1. En dat de wedstrijd dan toch een heel ander gezicht krijgt. Ja, want ik denk dat wij in die fase wel de bovenliggende partij waren. Dat ook wachten was op die 2-0. En dan wordt het inderdaad 1-1 door een schot vanuit buiten de 16. Die van richting verandert, waar Kees ook niks aan kan doen. Ja, en dan hebben we het in het spel ook niet altijd even mee, om het maar zo te zeggen. Dan ligt het spel veel stil en dan kom je niet echt lekker in je spel terecht. Nee, dan ga je de rust in met een gelijke stand. Kom je de kleedkamer weer uit en dan denk je bij jezelf van, nou, hop jongens, we hebben nog 3 kwartier. Zoals gemeenmereerd, jullie krijgen inderdaad een paar 100% kansen, waarvan ik denk van, nou, 1 of 2 mogen er wel in. Heb je dan zoiets van, wat moet ik nu? Moet ik Dennis van Dijk nog wel gebruiken? Nou, maar kijk, Dennis is natuurlijk een beetje een apart geval. Hij heeft geen spierblessures of andere dingen. Maar had gewoon fysiek wat klachten. Die willen we heel rustig weer brengen. Hebben we met hem afgesproken. 20 minuutjes max. Nou, dat was het nu dus ook. En dan is het gewoon mooi dat hij nog die 2-1 scoort. Ja, hij gaat gewoon goed door. En dat echte killerinstinct, wat we nog wel een beetje missen. Maar dat is ook niet gek met de ploegen die we hebben. Die heeft hij wel. En dan... Ja, scoort hij toch die 2-1. En dan trek hem over de streep, denk ik, vrij makkelijk. Ja, het was eigenlijk opmerkelijk, ik weet niet of je het zelf ook gezien hebt, maar dat HS eigenlijk amper gevaarlijk werd de tweede helft. Ze kwamen eigenlijk wel bij jullie doel, maar zonder echt grote kansen te krijgen. De tweede helft was maar 1 gevaarlijke bal, of 2. Dat was dat Stijn net over de goal heen tikte. En die had er ook zo natuurlijk boven de keeper uit kunnen gaan. En bij een corner dat Kees een klein beetje mis had, maar had hem wel. En voor de rest hebben ze helemaal niks in de tweede helft kunnen laten zien. Dus dat stemt mij wel tot tevredenheid. Je bent nog zonder puntverlies. Het gaat naar wens, geloof ik, hè, hier. Ja, nou ja, kijk, dat is mooi. En dat is altijd belangrijk, want je wil wat veranderen binnen de ploeg. En dan zijn er altijd mensen die daar voor zijn en mensen die er tegen zijn. Dan is het altijd wel fijn als je dan in het begin in elk geval je punten mee hebt. Dat je daar in elk geval geen uitleg over hoeft te geven. En ik verwacht dat Mamio en Pelicanes ook wel weer gewonnen hebben. Dus op dit moment zijn we best of the rest, denk ik.